erfgoed, agrarisch erfgoed, religieus erfgoed. En we staan, stonden vorig jaar eigenlijk 25 jaar, dus dat was wel een mooi moment. Wij zijn al een hele tijd betrokken bij het NK-terrein in Ede. Dat was een oude viscosefabriek, kunststoffen. En daar waren diverse gebouwen op het terrein. Er zijn er een aantal behouden gelukkig. Daarnaast komt er nieuwbouw of is er al veel nieuwbouw gepleegd. En een van die gebouwen ga ik het vandaag over hebben. Dat is het kantinegebouw. Dus dat was de plek waar de mensen gingen lunchen. Maar ook waar werd omgekleed, kluisjes, dat soort zaken. Eigenlijk heel centraal op het terrein. En als je het volgende plaatje wil laten zien, dan zie je ook even het gebouw zelf. Heel licht en transparant gebouw. En dat was ook heel bewust dat het een prettige plek zou zijn voor de fabrieksarbeiders om te verblijven. En even goed om te noemen, wij hebben hier op dat terrein ook wel in de loop van de jaren, we zijn er al bijna 10 jaar bezig, ook wel onze eigen lessen steeds weer geleerd op het gebied van duurzaamheid. Dus we maken ook steeds weer nieuwe keuzes. Nou, daar nemen jullie graag ook in mee. En als je wilt klikken, dan zie je nog even een leuk plaatje van hoe daar vroeger werd gegeten. Een mooi historisch plaatje. Als we naar de volgende gaan. Een van de eerste lessen is dat wij vaak in herbestemming, in restauratie tegenkomen, dat dat gefaseerd gaat. Dus het begint vaak met een gebouw dat gered moet worden van de sloop, om het zo te zeggen. Dus dan gaat het vaak om winterwater dichtmaken, daarna restaureren en heel vaak komt pas veel later ook de bestemming. Nou, door dat gefaseerde herbestemmen hebben wij in ieder geval geleerd, bouw flexibiliteit in. Dus ga niet bij het begin al hele grote keuzes maken. Hier hebben we eerst bijvoorbeeld de schil helemaal gerestaureerd omdat de subsidies beschikbaar waren en omdat het hard nodig was. Toen hebben we niet gelijk in de ramen, bijvoorbeeld hier die betonnen raamkaders, heel hoogwaardig glas geplaatst. Maar hebben we gezegd, er gaat gewoon enkel glas in terug en we lossen het energievraagstuk later op als we precies weten welke functie erin komt en ook wat voor warmtevraag die heeft. De volgende. Nou, de nieuwe bestemming hier, dat gaat om de begaande grond, is een basisschool. Nou, als eerste een prachtige functie voor dit gebouw, zo midden in de wijk. Een school van 1400 vierkante meter en die moest voldoen aan BEng, dus bijna energie-neutraal gebouw. Daarnaast aan frisse scholen klasse B. Gemeente Ede is ons opdrachtgever en Boei is eigenaar. Dus de gemeente betaalt een lump sum som voor 40 jaar. Ten eerste is natuurlijk herbestemmen aan zich is al heel duurzaam. Laat dat even uitgesproken zijn. Want dat voorkomt een hele hoop sloop, transporten en nieuwe materialen. Dan naar de volgende. Dan gaan we naar de energievraagstukken. BEng stelt strakke eisen, hoge eisen aan. Dat je max 60 kilowattuur per vierkante meter aan energiebehoefte mag hebben. En het primaire fossiele energieverbruik moet kleiner zijn dan 70% van de energiebehoefte. Wat hebben wij hier gedaan? We hebben de schil dus aan de binnenzijde geïsoleerd met hoogwaardige isolatiematerialen. We hebben achterzetramen toegepast. Die zie je op het volgende plaatje. Waarmee je eigenlijk thermische vraagstuk dan voor een heel groot deel op orde hebt. We hebben dakisolatie toegepast en LED-verlichting. Nou, dat is op zich nog niet zo spannend, behalve dat het wel een heel dik pakket is. Maar zo blijft ook het uiterlijk van dit Rijksmonument wel onaangetast. Dan gaan we naar de volgende. Daarnaast zijn we dus aangesloten om die energievraag zo goed mogelijk en duurzaam mogelijk in te vullen op het stadswarmtenet van Ede. En dat is een biomassanet en dat is ook wel goed om te noemen. Wij hebben zelf geleerd van een ander project waar we ook biomassa hadden toegepast een aantal jaar terug. Nou, over biomassa zijn de meningen ondertussen wel verdeeld. Dus toen wij hier konden aansluiten, hebben wij wel goed onderzocht en dat is ook bewezen dat het ook wel echt lokaal hout is. Het is echt snoeihout van de Veluwe. En de gemeente Ede kan ook echt aantonen dat het jaarlijks vernieuwt. Dus het put niet uit, het is echt restproduct snoeihout. Dat was voor ons wel een hele belangrijke voorwaarde. Daarnaast hebben we op het dak PV-panelen liggen, goed voor zo'n 16.000 kilowatt per jaar.
En al met al hebben we dan 66%, dus dat is eigenlijk veel meer dan Bang vraagt, hebben we ingevuld met duurzame energie. En we hebben ook, als je het volgende plaatje wil klikken, ingezet op zoveel mogelijk hergebruik van materialen. En dat gaat bijvoorbeeld ook over uitkomende natuursteen van trappen, vensterbanken, die konden we hier niet toepassen, maar dat is elders in andere projecten weer toegepast als terrazzovloer. En waar wij nog wel aan moeten werken is onze circulariteit, want daar merken we eigenlijk gewoon in alle transparantie dat dat nog wel een stap is die waar we nog echt een paar stapjes bij moeten zetten. Het volgende plaatje, klimaat en biodiversiteit. Naast alle energievraagstukken gaat duurzaamheid ook over klimaat. Er was hier een schoolplein wat behoorlijk verhard was. Dat had te maken dat hier een leeflaag onder ligt vanuit de sanering. Dus daar konden we eigenlijk heel weinig. Toen hebben we wel gezorgd dat er in ieder geval heel veel waterbuffering op het plein kon zijn. Meer dan eigenlijk de norm, omdat we steeds intensievere plensbuien krijgen. Dus die kunnen we dan goed opvangen. Maar daarnaast hebben we ingezet op een groen schoolplein. Dat is het volgende plaatje. Omdat het echte schoolplein eigenlijk niet anders ingevuld kon worden, omdat we door die saneringslagen geen bomen of zo konden planten, hebben we een mooie samenwerking met de gemeente en de buurt gezocht. Er zou een parkeerplaats en een kiss-and-ride-zone komen. En toen hebben we eigenlijk na lang overleg bedacht met z'n allen, en dat is iedereen ook in meegegaan, laten we die nou benutten als plek waar we wel veel groen kunnen toepassen. Waterbuffer, beplanting, maar ook beleving voor de schoolkinderen. Fruit, rennen, spelen, bouwen. Dus dat is eigenlijk de plek waar we dan toch naast alle maatregelen aan het gebouw ook eigenlijk een heel stuk duurzaamheid in de omgeving hebben kunnen toepassen. En dat is voor ons ook wel een belangrijke les geweest. Het zit niet enkel op gebouwniveau, maar het zit ook echt in de omgeving van het gebouw. En daar moet ik het bij laten, gezien de tijd, volgens mij. Dankjewel, Tom. Dat geef ik terug. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de presentatie. Inderdaad, heel fijn binnen de tijd. Super. Ja, als dit geen helder verhaal is, dan weet ik het ook niet. Want zo'n monument naar Ben krijgen, dat is zeker niks. Dat is zeker niet niks. Dus enorme complimenten daarvoor. Ik heb zeker een aantal vragen en kan me voorstellen dat het publiek ook een aantal vragen heeft. Ik wil jullie vragen om die vragen in de chat te zetten. Die noteren wij, die neem ik mee. En helemaal aan het einde van de sessie is er dan nog even ruimte om...